Dag dames en heren. Afgelopen nacht is op veel plaatsen in Nederland enige tijd regen gevallen. En vanmorgen lag dat regengebied nog over het zuidwesten van Nederland. En in Vlissingen was het dan ook nog een druilerige ochtend. Maar vanuit het noordoosten begon het meer en meer op te klaren. En opklaringen die bepalen niet alleen deze vrijdag, maar ook dit weekend het weerbeeld in Nederland. Wat dat betreft krijgt de zon echt wel kansen om door te breken. En ja, er is natuurlijk af en toe wel wat bewolking aanwezig. En ik denk ook niet dat het hele weekend droog van gaat verlopen. Maar al met al ziet het er niet onaardig uit. Op de regenradar, de regenstoring die afgelopen nacht en vanmorgen nog over het uiterste zuiden en met name zuidwesten van Nederland lag. Nou, we zien hem netjes naar het zuidwesten wegschuiven. Er zit nog wat gepriegel achteraan. Maar in de rest van Nederland is het droog. En op het satellietbeeld zien we dat er niet alleen heel veel bewolking aanwezig is. Nederland ligt hier vanmorgen vroeg nog onder een vrijwel gesloten wolkendek. Maar als we de boel in beweging zetten, dan zien we dat het een deels oplossende hoeveelheid bewolking is. Geleidelijk aan komt de zon meer en meer tevoorschijn. En ten oosten van ons, boven het noorden van Duitsland, zitten nog veel meer opklaringen. En dus ziet het er voor deze vrijdagmiddag helemaal niet onaardig uit. Flinke periode met zon. Plaatselijk nog wel weer de vorming van een regen- of onweersbui. En daar hebben we misschien vanavond ook nog wel in bijvoorbeeld het zuidoosten van Nederland mee te maken. Maar verder staat er een vriendelijke lenteavond op het programma. De wind die valt wat weg en komende nacht, nou, dan kan uiteindelijk bij flink wat opklaring de temperatuur landinwaarts nog net even dalen tot onder de 10 graden. Morgenochtend een frisse start. Temperatuur schiet echter omhoog, want er is heel veel zonneschijn. In de middag ontstaan met name landinwaarts dan wel wat stapelwolken. En een paar stapelwolken weten uit te groeien tot een bui, mogelijk met onweer. Maar op heel veel plaatsen lijkt de zaterdag droog te verlopen. En dat dan met temperaturen landinwaarts van 20 tot 22 graden. Zondag, temperaturen die ongeveer vergelijkbaar zijn, 20, 21 graden landinwaarts. Dan ook weer flinke zonnige periode, stapelwolken die in de middag uitgroeien tot een enkele regen- en onweersbui. En ondanks dat ze ook dan een lokaal karakter hebben, denk ik dat op zondag het risico op een bui wat groter is. Dus hou de regenradar dan in de gaten. Na het weekeinde dan blijft het in eerste instantie nog wat wisselvallig met af en toe een bui. Maar veel belangrijker, de temperaturen gaan met een noordenwind duidelijk omlaag. Het lijkt wel op dat richting volgend weekend, het is nog ver, de temperaturen weer een stijgende lijn laten zien. Fijn weekend.